Dat er aan dit soort dingen wat gedaan kan worden. Want ja, het is een grote overmacht als er een paar uh, tientallen van die jongetjes met messen uh, rondlopen. Iedereen wordt er bang van. En uh, wij hebben een hartstikke leuk dorp. Dus dat is super zonde. Mijn vertrouwen in de politiek is tot onder nul gedaald. Gaat het vertrouwen in de politiek dan weer een klein beetje omhoog? Omdat er, nou ja, er komt toch iemand uh, met statuur hier. Nou, daarom ben ik hier ook, om dat te ondersteunen. Of wil je gewoon zien of ze wel echt bestaan? <laughs> nou, ook. <laughs> Eerlijk gezegd. Ja, hij is echt. Hij is echt. Ik zag het, ja. ja. Ik heb zelfs een foto gemaakt. Maar uh, nou ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop uh, dat er aan dit soort dingen wat gedaan kan worden. Ja, ik was bij Sandy al, zaterdag met een vriend. En bij de ingang kregen we zo'n stempel. En daar werd ik boos over. Dus we zijn naar de bar gegaan van waarom krijgen we een stempel. En staan hier uitsmijters. Nou, toen hebben ze uitgelegd wat er gebeurd was. Zaterdag, ervoor. We, dat wist ik al. Maar het was gewoon heel triest. Dan zit je op een zomerse dag op een terras, Sandy Hill, net geopend. Alleen maar uitsmijters van die, van die grote jongens. En echt, echt gewoon bijna geen publiek. Gewoon dus dat, de kosten van die uitsmijters de hele dag op een mooie zaterdag. En nu een hele Hollandse vraag. Denk je dat je hapjes en je drankjes in de strandtent duurder worden door de extra beveiligers? Dat kan niet anders. Ik heb die jongens gevraagd, wat kosten jullie per uur? Nou, dan... Wat kosten ze? Ja, 40 en dan 40 euro. En dan vier man en dan een hele dag van s ochtends. Ja, reken het uit. De politie doet zijn best, maar ik denk ook dat die ook wel af en toe angstig zijn. En je, je kan natuurlijk tegenwoordig niet bij de treinen eigenlijk al tegen groepen zeggen: van jongens, hup terug op de trein, dat mag niet meer in Nederland. Maar eigenlijk zou je dus die groepen jongeren die jaar na jaar hier zich formeren meteen eigenlijk daar al moeten aanpakken en dan wordt er gezegd ja het was elk jaar al zo maar je weet zelf ook de hoeveelheid mensen groeit en de hoeveelheid groepen die er ook komen groeit ook dus het is niet meer één groep jongeren het zijn meerdere die zich verplaatsen van mango tot ongeveer hier dus dat is meer en wat gaan jullie hem vragen wat hij gaat doen en wat hij hier komt doen. Hoe gaat hij het aanpakken in de politiek? Dus hoe gaat hij dit brengen in de Tweede Kamer? Dat neem ik de minister kwalijk. Want je ziet aankomen dat dit gaat gebeuren bij de eerste zomer. Je had het, je had het moeten voorzien en niet met smoesjes komen van uh, we wisten het niet. Want je weet als het zon schijnt of naar ik of Zandschot. Er gebeurt altijd ellende. Uh, dus er moet gewoon genoeg politie zijn. En dat, nou, je kan ze niet tegenhouden, maar je kan ze wel. Het maakt wel indruk. Hè? Je ziet ze zien meteen er is uh, politie op Marsje C. Dus weet je, normaal een ezelstoot zich normaal niet twee keer aan dezelfde steen. Maar ieder jaar, al 10, 20 jaar lang, heb je dezelfde discussie. Nou, je hier niet meer als het druk is. En uh, dat is natuurlijk niet oké. Okay. Nee, want het is echt het voordeel van hier wonen dat je bij het strand bent. Ja, dus er een wijk kijkt naar Bloemendaal, want daar is nog rustig. En uh, weet je wel, Dus ja, het, het, uh, uh, it, het maakt het plezier voor het dorp uh, wel minder. En de, ik denk voor de dorpelingen ook. Ja, we hebben straks in Den Haag en dan horen we hier natuurlijk dan zien wie op televisie hierover praten. Ja. Maar er gebeurt altijd zo weinig. En de meesten zitten op hun, op hun telefoontje een beetje te rotzooien. Dus hoe, hoe kan je nou voor elkaar krijgen dat er wel wat gebeurt? Ja. Ja, we zitten niet in het kabinet. Hè? Dus uh, het enige wat we kunnen doen is uh, veel, ja, veel geluid maken. En, en zeggen hoe oneerlijk het is dat de mensen hier in de steek worden gelaten. Alleen redden we het niet. Ik hoop echt dat er meer aandacht voor, voor komt. En een van de uh, bedieningen heeft gezegd dat ze ook aandacht voor hebben gevraagd in de gemeenteraad en de politie. Daar hebben ze een meeting van gehad en dat wordt weggewoven. Dat de politie zegt van, we moeten meldingen krijgen. Want ja, nu gaat Sandy heel om elk akkefietje bellen naar de politie en 112 bellen. Dat wordt overbelast voor niets. Het is dus het naar de maaltijd. Je moet gewoon vooraf de maatregelen nemen die nodig zijn. En dan uh, smooi je het een beetje in de kiem. Ik hoop eigenlijk dat hij wat kan doen. Dat vraag ik me af, maar in ieder geval... Er komt een beetje publiciteit over het idioterie hier. We hebben natuurlijk nogal wat problemen hier. Dus uh, van, ja, daarom vond ik het wel leuk dat hij kwam ook. Ik ben heel tevreden over zijn antwoorden. Alleen ik weet ook dat hij een beetje machteloos in de politiek natuurlijk staat. Hij heeft geen zetels zoals die zijn. Dus ja, ze moeten dit gewoon vanuit de gemeente ook serieuzer gaan nemen.